voornaamste reden dat we gaan is dat we ideeën op willen gaan doen voor onze nieuwe lunchkaart. Nou, het is naar de kermis. Als het goed is, komt hij zo thuis. Ik ben wel blij dat het hier al een beetje leeg is. Die vinden we nog wel een soort schatjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zondagmiddag en we hebben allemaal eigenlijk al een hele ochtend gewerkt. Straks hebben we nog een verjaardag. Maar we zijn onderweg naar Rotterdam, naar de Harvest Coffee Brewers. Nee, het heet gewoon Harvest Coffee en Bakery volgens mij. Oh, maar toen, nou, wij kennen het ook van Coffee Brewers. Het was nog geen bakery, dat kennen wij nog van. En Eline wil daar al heel lang nog een keer bij ons naartoe, want die is daar met Guusje een keer gaan lunchen. Volgens mij hebben wij dat al wel vroeger verteld. Ja, hebben we wel verteld, denk ik. Ja, toen wel vroeger toen, maar toen was hij dicht. Ja. En naar Rotterdam, van ons uit, is altijd file rijden. Dus we kwamen eigenlijk op het idee om het zondagmiddag te doen. En nu is er minder file. Daar gaf net wel een filetje aan, maar die konden we ontwijken. Oh, hij zegt hier wel, Feyenoord Centrum. Oh, nu moet ik rechts. Ik moet maar even niet praten, ik moet maar even opletten. Doe jij maar opletten. Ja. Dus we hebben bedacht, we gaan op zondagmiddag. Nou, het is nu zondagmiddag. Junior wilde mee, Eline wilde mee. En de voornaamste reden dat we gaan is dat we ideeën op willen gaan doen voor onze nieuwe lunchkaart. In de zomer is in de winter is de IJssel in Roosendaal dicht. En dan komen de medewerkers van Roosendaal naar Oudenbosch. En dan staan we eigenlijk met een beetje te veel. En dan pakken we de lunch erop. Dan kan er iemand in de keuken. Dan hebben we wat meer bediening voor nodig. Ja. En die afwisseling is gewoon heel leuk. Vorig jaar is het heel goed bevallen. Dat was vorig jaar de eerste keer dat we dat gedaan hebben. En ik krijg al best veel vragen van mensen. Ja, wanneer komt jullie weer broodje Mexico weer terug? Want dat is eigenlijk een beetje de specialiteit. Die zal ook wel weer gewoon op de kaart komen. Maar we willen gewoon weer wat andere dingen erbij doen. Dus daarom gaan wij gewoon weer wat lunchzaken af. En Eline die wil eigenlijk die lunch een beetje regelen. Dus je vorig jaar ook gedaan? Ja, een beetje samen. Maar ja, van mij mag zij Thea zelf... ja, ik zal ook nog wel een oogje in het zeil houden. En daar kun je gewoon heel veel bij leren. En, waar wij nu gaan eten, die mensen kennen wij best goed. Dus Eline moet nog maar vragen of ze nog even een paar dagen stage mag lopen daar. Volgens mij had je eraf gehoord. Blijf 2 kilometer doorrijden. Oh, wel. Ja, dit is echt jouw navigatie. Geef die van Tesla maar. Ja, deze navigatie is echt zo onduidelijk. Oh, de bochtjes zijn leeg. We hebben een beetje boterhammen na. En we vallen bijna in het water. Echt stik en. Zal ik jou vasthouden? Ik heb ook een beetje een soort van hoogtevrees. Nee, joh. Ik zit al de hele tijd hier. En ik vind het echt heel knap. De tent zit een rammetje vol, was gewoon een wachtrij buiten. Nou is het toevallig net. Ja, ik denk dat de piek nou weg is. Yes. Yes. Dus ik praat gewoon allemaal Engels hier. Yes, very good. De koffie was echt top. Scrambled. Heel goed. Ja, Junior had scrambled eggs. En scrambled. Roerij, noemen we dat op zijn Nederlands. Ja, en ze maken hun eigen beestje brood eigenlijk. Ik ga zo even de bakkerij even spieken. En dan hebben we nog een feestje van ome Pieter. Ik ga wel binnen zitten. Weet je, ome Pieter? Nee, er zal ook wel buiten zijn. Ome Pieter, die noemen wij ook eerst altijd Junior. Maar toen hij 12 was, ging hij naar de middelbare school. En ik wil jou genoemd. Ja, dat weten we. En toen zeiden wij altijd Junior tegen hem. Toen was hij Pieter. Maar bij de voetbal noemen ze hem nog steeds Junior. En wij noemen hem ook nog steeds wel Junior. Ik ga zo meteen voetbal Junior. Ja, dan zeg je Junior. En dan zeg je, ja, oom Leopold zegt al tegen jou Jan. En Bob ook, oom Bob. Zeg ook die tegen zegt Jan. Al Jan tegen jou, hè. Dat is goed, hè. Maar tegen jou ook. En tegen mij ook. Wil jij echt Jan genoemd worden? Ja. Ik ben benieuwd of hij erop gaat reageren als ze hem roepen. Ja, tuurlijk. Hé, Jan? Dan gaat hij bij zijn mama hangen, hoor. Onze Jan. Altijd, hè? Onze Jan. Was jij deze? We hebben gekoeld vandaag. Zo, het is avond. En de kinderen die slapen eigenlijk allemaal al. En we zijn een beetje vergeten te vloggen verder vandaag. Ja, feestje gehad. En
Nou, het is naar de kermis. Als het goed is, komt hij zo thuis. Die slaapt nog niet. Eline slaapt al wel, want die gaat vannacht om 3:30 beginnen. En Nout is dan tweede man, zoals we dat noemen. En die is om 4:30 en ik ben om 5:00. Het is altijd een dagje dat we met z'n drieën staan. En Stan die komt altijd ook nog eventjes, altijd maandagochtend. Banketten, om het even door te spreken. Die komt gewoon om 7:00, even een uurtje. En dan gaat hij altijd naar Etten-Leur voor de voorbereiding van de rest van de week van het ijs. Dus dat staat morgen een beetje op het programma. En Sofie, je hebt mega druk met kantoorwerk. Want we hebben, ja, het is helemaal allemaal ja, voor het huis in Essen. Dat gaat dinsdag 4:30 passeren. En ik vind het echt wel een beetje spannend. Het is toch wel, komt toch wel weer veel bij kijken. En er komt echt een drukke tijd aan. Ik ben wel blij dat het hier al een beetje leeg is. En ja, het moet nog veel leger. En dat gaat echt in deze 2 weken gaat dat gebeuren. We hebben het plan. We hebben natuurlijk de bakwagen van het ijs. Die gaan we in Oudenbos zetten. Morgen rijd ik nog even een ijsbestellingje van Oudenbos hierheen. En dan gaan we, Sofie zet mij dan af in het lucht. Neem ik die, dat ja, bakwagentje, vrachtwagentje mee. En dinsdag, zodra we de sleutel hebben, gaan we gewoon, ja, zullen we elke dag wel gaan. En dan rijd ik gewoon met bakwagentje en dan neem ik mijn spulletjes mee. En het voordeel van die bakwagen is dat mijn solaatklep is allemaal heel makkelijk laden. En dat is altijd wel een van de jongens thuis. Dus die, ja, die kunnen dan even mee helpen sjouwen. Want net zo'n tafel deze, ja, die past daar gewoon in. Maar die moeten wel even met z'n tweeën erin zetten. En deze tafel, die, daar beginnen we mee als eettafel. Maar die gaat naar buiten. Want dit is echt hardhout. En ja, de nieuwe tafel hebben we gisteren uitgezocht. Maar het duurt nog een weekje of 6 voordat die er is. En zo gaan we ja, alles een beetje aankleden. We gaan het wel heel rustig aan doen, want we hebben natuurlijk alles al. Maar we willen eigenlijk wel een beetje nieuwe stijl en echt duurzaam. Hier is Sofie nog wel eens van iets wat ze dan leuk vindt en, ja. En wegzet. Maar nou wil ik echt dat we het duurzaam gaan doen en dat we het clean houden. We hebben ook de keuken, die laten we staan in de badkamer, maar die zijn eigenlijk niet naar onze smaak en ook al een beetje, ja, 15 tot 20 jaar staat het daar. Dus dan is het ook een beetje op. Dat merken wij bij onze keuken ook wel een beetje. En we gaan nu gewoon eerst gewoon 1/2 jaar op keukens letten, op badkamers letten. En echt even wat we willen en we willen echt nu de tijd nemen om het goed uit te zoeken. Dus dat heeft een voordeel, je gaat echt goed uitzoeken wat we willen, dus we nemen echt de tijd ervoor. Het nadeel is dat we nog in verbouwingen komen te zitten. En wat we hier toen gedaan hebben, we hebben dit huis gekocht toen 12, 13 jaar geleden, maar er was helemaal uitgeleefd. Er was helemaal niks. Dus hier hebben we toen alles moeten doen. En toen hebben we wel eigenlijk onze badkamer, ja, die hebben we eigenlijk gewoon een beetje low budget gedaan, maar er moest wel een badkamer komen. En wat krijg je dan? Ja, na 10 jaar hadden we toch zoiets van ja, de douchecabine, ja, die had ik via zo'n veilingsite gekocht. Ja, dat was echt rommel. Ja, dat was gewoon helemaal gammel en dat was helemaal niks. Dus ja, toen hebben wij de badkamer verbouwd. En dat is eigenlijk wel jammer, want we hebben eerst die kosten gemaakt voor die eerste badkamer. Ja, en dan die tweede en nou gaan we weg. De keuken, die hebben we eerst in wat nu kantoor is geplaatst. Die is hier verplaatst. Daar hebben we nog een beetje een paar aanpassingjes gedaan. Ja, voor zo'n keuken is dat ook niet best. En als ik nu zo'n keuken zie, want vandaag waren we bij mijn broertje. Ja, die heeft net een wat dikker plat en zo. En, ja, dat willen we nou gewoon toch wel zo gaan doen. Dus dat is, we willen een beetje kunst op gaan hangen in plaats van kinderfoto's. Dus deze, wat we hier hebben, zoiets gaan we niet meer doen, denk ik. Maar een beetje, ja. Maar dan wel met posters, ook geen, niet het originele. Maar we hebben wel wat leuke dingetjes gezien, dus daar moeten we ook allemaal een beetje op zoek, want dat moet wel aan de muur hangen. Ja, en we zijn heel benieuwd degene die het verkocht heeft laat staan. Het is, daar is wel een verhaaltje achter. Wij hebben bij de onderhandelingen van het huis, die man die woonde er al 2-3 jaar niet meer. Het stond al zo lang te koop, het stond leeg. En er stond eigenlijk heel veel, ja, er stond gewoon heel veel rommel. En wij weten natuurlijk, als je als wat oudere man alleen dat allemaal op moet ruimen, dan moet je allemaal regelen, is dat best wel een klus. Want ja, dat is wel, ja, gewoon vervelend werk.
Wij vinden het ook niet leuk. Dus als je dan bij je bod, wat wel lager is dan de vraagprijs, zoiets krijgt van je mag alles laten staan waar je wil laten staan, dan is dat makkelijk natuurlijk. Want er staat bijvoorbeeld een hele grote tafel boven. Ik weet niet of die weg is, maar ja, dat is echt een gesjouw. Die krijg je niet verkocht op marktplaats of wat dan ook. Dus dan kun je het wel op gratis afhalen zetten, maar je kunt het ook net zo goed laten staan. En dan moeten wij het maar regelen. Dus dat is, wij zijn wel benieuwd wat er blijft staan. Misschien vinden we nog wel een soort schatjes. We zeggen bijvoorbeeld die hele grote tafel, een hele mooie bureautafel. Dat zou wel handig zijn als die blijft staan. Misschien wel speciaal voor die kamer gemaakt. Dus dat is eventjes even allemaal afwachten. En dat gaan we allemaal zien. Ja, en hier, die zitjes. Ik ben echt heel blij dat ze weg zijn. Ik moet hier zo'n brommertje stellen. Hier stond, was ook zo'n zitje. Ja, dat deden wij. Daar zat wel eens iemand. En dan heb je bijvoorbeeld, nou staan daar twee stoelen nog. Maar die ene die gaat nog naar het appartementje van Merel. Maar dat bijvoorbeeld, dat hoge tafeltje. Ja, ik vind daar helemaal niks. Dus ik hoop dat ik Sophie zover krijg. Dat ze dit soort dingen niet meer weg gaan zetten. Want het ziet er leuk uit en dan denk je, maar er zit nooit iemand. Want we zitten toch aan de grote tafel. Want dan denk je, het is leuk voor spelletjes, maar dat doen we toch hier. Of leuk voor een bakje koffie, dat doen we toch hier. Dus ja, nou hier is het nou wel, we moeten even door de rommel heen kijken. En we gaan echt, ik zeg het nooit, we hebben het druk, maar we gaan echt een drukke periode tegemoet. En we hebben er heel veel zin in. En we hopen dat we jullie leuk mee kunnen nemen, dat we veel kunnen laten zien. Dus dit was in ieder geval een vlogje van vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe!